eventjes voorstellen, ook aan de jury die bij het bezoek aan ons bedrijf te maken geeft met heeft gehad met mijn man, Wim Kaptein. Die was bang dat hij niet op tijd zou zijn voor de presentatie. Hij komt net binnenlopen. Maar ik neem toch de honneurs graag voor hem waar. Daarnaast was ik de enige in het bedrijf die een groene jurk had. En dat vonden we wel zo leuk bij de groene schoen. Vandaar. Nou, kaptein Noordspie dus. Wij zijn Noordwijk en Houtse onderneming. En voordat ik iets vertel over de groene schoen, wil ik jullie heel graag meenemen in ons toch wel bijzondere wereldje. Even een duik in de wereld van kaptein Noordspie. We zijn inmiddels 27 jaar actief in de schoentechniek in Noordwijk en Hout. Mijn schoonouders Jan en Marja Kaptein, ook hier aanwezig, hebben 27 jaar geleden het bedrijf gestart. In het begin nog klein, maar altijd actief, altijd enthousiast, altijd betrokken. En we zijn in de loop der jaren specialist in het oplossen van voetproblemen geworden. En dat kan van kleine voetproblemen waarmee je steunzolen kunt gebruiken, tot wat grotere aanpassingen aan confectieschoenen, tot uiteindelijk de volledig orthopedische schoen, waar ook de groene schoen uiteindelijk over gaat zometeen. Wij werken op verwijzing van huisartsen en specialisten. Dus wij hebben een branche waar mensen niet zo snel uit zichzelf naartoe komen, maar veelal verwezen worden door artsen. Het is ook echt een medische tak eigenlijk. We hebben daarbij intensieve samenwerkingen inmiddels opgebouwd met ziekenhuizen, specialisten, artsen in de omgeving. En daardoor ook een regionale functie gekregen. Inmiddels hebben we spreekuurlocaties in Lisse, in Hillegom, in Heemstede en in Katwijk. Dus die regiofunctie is heel sterk. En van daaruit heb je eigenlijk automatisch ook een beetje een maatschappelijke functie. En die maatschappelijke functie hebben wij dus onder andere vertaald in die groene schoen. We zijn ons op een gegeven moment gaan realiseren dat we ontzettend veel schoenen gebruiken met z'n allen. Als je aan confectieschoenen denkt, dan is dat in Nederland alleen al meer dan 50 miljoen schoenen per jaar wat er eigenlijk maar gekocht wordt. Al die schoenen worden ooit afval. En schoenen worden helemaal niet zo milieuvriendelijk geproduceerd, zijn ook helemaal niet zo milieuvriendelijk. Daar denk je misschien niet bij na. Je denkt, oh, dat is hier en oh, dat zal wel goed gaan. Maar het productieproces levert heel erg veel milieubelastende restproducten op. En orthopedie is er eigenlijk maar een klein deel van. Ongeveer 100.000 paar schoenen per jaar praten we over. Maar het is onze tak, het is ons werk. Dus als wij er niet mee beginnen, gebeurt het ook niet. Dus wij vinden dat wij daar die verantwoordelijkheid in moeten dragen. Dus 100.000 paar orthopedische schoenen, die maken wij niet. Maar de totale orthopedische branche in Nederland maakt ongeveer 100.000 paar schoenen. En we dachten, wat kunnen wij daar nou aan doen om dat te reduceren? We willen eigenlijk helemaal niet minder schoenen maken. Integendeel. Maar we willen wel voorkomen dat die afvalberg te veel milieubelastend is. En eigenlijk hebben wij bedacht dat de oplossing de groene schoen is. En wat is nou eigenlijk die groene schoen? Nou, die groene schoen is een schoen die duurzaam geproduceerd wordt. Daar heb je allerlei materialen voor nodig die duurzaam zijn, die minder milieubelastend zijn. Fabrikanten die met duurzame processen werken. Dat is best een hele klus geweest om dat uit te zoeken. En om dat te kunnen doen, hebben we gebruik gemaakt van de samenwerking waarmee wij aangesloten zijn. Een vijftal andere bedrijven waarbinnen wij Voed Centraal vormen. En dat is, uiteindelijk is dat een traject geweest van 1,5 jaar. Het uitzoeken van de materialen, van de leveranciers. Het testen en het maken, het ontwikkelen van het prototype. Opstellen van materialen, protocollen. Een protocol ook voor het maken. Ook het proces moet natuurlijk milieuvriendelijker zijn. En dat alles bij elkaar hebben we kunnen doen omdat we aangesloten zijn bij Voed Centraal. Maar al die tijd is Wim, mijn man, eigenlijk de grote drijvende factor achter het hele proces geweest. Het is ook zijn idee, zeg ik niet met weinig trots. En uiteindelijk is dat dus de groene schoen geworden. De groene schoen is hier afgebeeld als een model. En dit model is een beetje de groene schoen geworden. Mensen denken dat dit de groene schoen is. Dat is eigenlijk niet helemaal waar. We hebben een prototype gemaakt die we leuk vonden ogen, die we goed vonden passen bij het thema groene schoen. Maar het is slechts een voorbeeld. We kunnen eigenlijk ieder model maken wat mensen maar willen. Het is ook nooit een seriematig product. Het wordt altijd individueel voor iedere klant apart gemaakt. Dus we kunnen ieder model maken in iedere kleur, zolang het maar gekozen wordt uit de materialen die de schoen duurzaam maken. Ik wil ieder afzonderlijk item eventjes met jullie doorlopen. Om te beginnen de leest. Ik heb een leest meegenomen omdat ik gemerkt heb net beneden dat heel veel mensen niet weten wat een leest is. Nou worden mijn handen een beetje vol. Dit is een leest. Dit is zeg maar de mal van de schoen. Die maken we individueel voor iedere klant. En in die leest kunnen we de correcties en de vorm van de voet perfect maken.
Indien mogelijk maken we die van duurzaam beukenhout. We zeggen er bewust bij indien mogelijk. Omdat het simpelweg soms niet kan. Als een voet te afwijkend is of een voorziening te zwaar is, dan moeten we maken van peurschuim. Maar dat is een chemisch product. Maar het grote voordeel is, als je een leest eenmaal hebt, kun je die heel vaak weer hergebruiken. Het is niet een product dat je na een paar schoenen weggooit. Je blijft hem gebruiken. Dan hebben we het voetbed. Ik leg hem hier net weg. Het voetbed is de basis van de schoen, als het ware, die we persen onder de leest. Dit is waar je op staat en wat de basis vormt van wat uiteindelijk de orthopedische schoen wordt. Ook dit maken we van duurzame materialen, waaronder natuurrubber, natuurkurk. Als er kunststoffen gebruikt zijn of moeten worden, dan zijn dat kunststoffen die zo min mogelijk milieuvervuilend zijn. Vervolgens wordt die bekleed met een binnenzool met chroomvrij en plantaardig gelooid leer. Wat me direct ook bij het leer moet komen waar de schoen uiteindelijk van gemaakt wordt. Volledig plantaardig gelooid. Het blijkt dat bijna al het leer wat gemaakt wordt in de wereld, wordt gelooid met chroom. Heel erg vervuilend, heel erg giftig als het in het milieu terechtkomt. En dit wordt natuurlijk gelooid. De koeien waar het leer van gemaakt wordt, dat zijn runderen uit de Beierse Alpen. De looierij zelf zit ook in Duitsland. Dus voor het transport is heel erg weinig CO2-vervuiling eigenlijk, omdat het een korte lijn is. En er zijn geen conserveringsmiddelen nodig om de huiden te bewaren voordat ze gelooid worden. Als het bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika vandaan komt, waar heel erg veel leer vandaan komt, en het wordt hier in Europa gelooid, dan zijn er heel veel conserveringsmiddelen in het leer al nodig om het überhaupt goed te houden. Nou, het milieuvriendelijke looiproces, dat houdt dus in dat er geen giftig chroom voor gebruikt wordt en dat er plantaardige looistoffen gebruikt worden, zoals bladeren, eikels, rabarberwortels. Heel simpele dingen eigenlijk, die heel goed bruikbaar blijken om leer te looien. Vervolgens krijgen we de verf. Het leer moet een kleur krijgen uiteindelijk. We willen met z'n allen leuke schoenen, mooie schoenen. Ook daarvan zijn de kleurstoffen zo milieuvriendelijk mogelijk gemaakt. Dat geeft het leer ook een bepaalde karaktervolle uitstraling. Beneden op de presentatietafel kunnen jullie het ook zien. Het heeft een mooie diepe uitstraling, net eventjes anders dan het helemaal dichtgeverfde traditionele leer. Daarnaast heeft het als positieve eigenschap dat het beter ademt. Dus het is voor het klimaat in de schoen ook beter en waardoor het uiteindelijk ook weer langer meegaat omdat er minder transpiratie in de schoen achterblijft. Vervolgens moet de schoen natuurlijk in elkaar gezet worden. Dan maken we gebruik van lijm en garens. Daarbij kiezen we bij de garens zoveel mogelijk voor natuurlijke materialen en geen synthetische. En zijn de lijmen die gebruikt worden minimaal schadelijk voor het milieu. En daarmee uiteraard ook gelijk minimaal schadelijk voor de medewerkers. Omdat ze die toch met lijmdampen te maken hebben omdat ze ermee werken. Uiteraard heeft een schoen ook een zool. Een zool kan gemaakt worden van leer, dat is dan weer hetzelfde plantaardig gelooide leer. Maar tegenwoordig meestal wordt er gebruik gemaakt van rubber. In dit geval hebben we gekozen voor een fabrikant die hele duurzame processen heeft, die een eigen zuiveringsinstallatie heeft, waardoor je een rubber krijgt dat ook zo min mogelijk schadelijk is. Tot slot het productieproces zelf. De productie van de groene schoen gebeurt geheel in Nederland. In de orthopedie is een ontwikkeling aan de gang dat er steeds meer in het buitenland geproduceerd wordt. En dan praten we over landen als Portugal, Filipijnen, Egypte. Redelijk ver weg. Dus ook heel erg veel vervoerskosten. Nou, de groene schoen wordt helemaal in Nederland gemaakt. Dus die vervoerskosten zijn minimaal. En buiten de kosten om natuurlijk uiteraard het milieuaspect daarvan, het CO2-aspect. Het productieproces zelf, vanwege alle milieuvriendelijke stoffen, geeft veel minder giftige dampen, wat voor de medewerkers natuurlijk wel heel erg prettig is. En daarnaast verbeteren we zelf in ons bedrijf ook nog de werkomstandigheden door hele goede lijmafzuigingen aan te leggen, door stofafzuigingen bij de machines te hebben en daarnaast de afgezogen lucht, wat ook warme lucht is, uiteraard vooral in de winter verwarmde lucht, te recirculeren, zodat het niet allemaal naar buiten verdwijnt. Dat alles bij elkaar maakt dus onze groene schoen. Rest mij eigenlijk alleen nog maar de jury te overtuigen, want dat was de taak geloof ik. Waarom moet die groene schoen nou winnen?
Onze mening is dat het een uniek en vernieuwend en uiteraard duurzaam concept is in een eigenlijk vrij conservatieve markt. De orthopedische markt is iets, ja, we zijn niet zo met dat soort dingen bezig. En we vinden dat wij door dit te initiëren eigenlijk iets heel baanbrekends hebben gedaan. Je merkt ook dat diverse media waar wij mee te maken hebben het concept heel enthousiast hebben opgepakt. De Groene Telegraaf hebben we ingestaan, wat voor ons kleine branche eigenlijk al heel erg leuk geweest is. Diverse vakbladen, ons eigen vakblad van de orthopedische branche heeft een artikel eraan gewijd. Die hebben zelfs naar aanleiding van het artikel nu geïnitieerd om een heel duurzaamheidsthema te maken. Waar ook wij weer in komen, maar ook andere ondernemers gestimuleerd worden en gevraagd worden te vertellen wat ze aan duurzaamheid doen. Afgelopen week zag ik nog in de Schoenvisie, dat is een vakblad voor de totale schoenenbranche, dat er ook een stukje in stond. Daar stond overigens in dat wij met de Groene Schoen zijn opgenomen in het Schoenenmuseum in Waalwijk. Ook even de punten die ik hier genoemd heb. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Je merkt dat het draagvlak is, dat mensen het leuk vinden en er dus aandacht voor is. En je merkt ook dat de beroepsgroep, onze branche, heeft ook interesse. Andere collega's dan de collega's van Food Centraal tonen interesse voor het groene concept. Die willen eigenlijk ook heel graag een groene schoen gaan maken. We hebben inmiddels om tafel gezeten bij een fabrikant van de semi-orthopedische schoenen. Dat zijn wat meer seriematig geproduceerde schoenen. Maar dan wel voor de orthopedische markt. Die gaat inmiddels onder licentie ook een groene schoen vervaardigen. En we merken dat het groene concept steeds meer doorcijpelt in het normale proces. Door het gebruik te maken van de lijmen, het proces zelf. Het leer wordt vaker ook bij gewone schoenen gebruikt. Dus langzaamaan wordt ook ons totale proces wordt groener. En verder wil ik eigenlijk nog even zeggen dat we het vooral ook ontzettend leuk vinden dat het een product is wat we helemaal zelf maken. We hebben het helemaal zelf bedacht. We maken het zelf, we promoten het zelf. En het wordt ontzettend gewaardeerd. Mensen vinden het heel sympathiek, zijn er heel enthousiast over. En dat vinden we heel erg leuk. En als het dan ook nog eens door de beroepsgroep wordt opgepakt, dan zijn wij heel tevreden. Dus wij hopen eigenlijk dat de groene schoen zometeen de standaard wordt in orthopedie. Dank u wel.